In de biologie speelt kennis van levende wezens een grote rol. Om de inwendige bouw te bestuderen, moet je het dier ontleden. Je bent dan bezig met anatomie. Ik heb hier een zeester, die komt uit de formaline. En voor gebruik is die goed gespoeld met water, dus dat kan helemaal geen kwaad meer voor de huid of iets. Als je zo'n zeester wilt gaan prepareren, heb je nodig een prepareerbakje. Hier zit een wasbodem in, waar eventueel ook met spelden in geprikt kan worden. En hier zie je het prepareergereedschap. Je hebt nodig een prepareernaald, twee pincetten, een scalpelmesje en een schaartje. Om de huid van de zeester te verwijderen, wat gebeurt aan de bovenkant, ga je de zijkanten van de armen inknippen. We beginnen bij dat puntje. Dat is het beginnetje. En dan kun je langs die stekeltjes aan de zijkant gaan knippen. Met de punt van de schaar zo plat mogelijk. Dus die moet je niet diep in die arm steken. Want dan knip je gelijk de organen die daaronder liggen aan. Dan nemen we de andere zijkant. Zo kun je iedere keer die zijkanten openknippen. Zo, dan is de huid rondom losgeknipt. Die huid die zit nu vast met een vliesje aan de onderliggende organen. Dus ik til met een pincet die huid op en ik kan nu met een mesje voorzichtig iedere keer langs die huid snijden, zodat die vliesjes losgaan. En dan trek ik dus niet in één keer ook de organen met de huid mee. En dan kan ik alvast deze flap eraf snijden. En naar de volgende arm. Hoe dichter ik bij die centrale schijf kom, hoe lastiger dat is om die huid los te halen. Nou, dan houden we nog de huid op de centrale schijf over. Nu ga je eerst zoeken naar de zeefplaat. Even kijken. Die zit, even draaien. Die zit bij deze zeester aan deze kant. Die witte kalkplaat en altijd ter hoogte van een tussenschot tussen twee armen in. Die zeefplaat die willen we sparen en die blijft hier op zo'n stukje huid achter. De rest van de huid gaat nu weg. Daarvoor moeten die tussenschotten even horizontaal doorgeknipt worden. En dat zal ik dan nu even doen. Dus dan geef ik daar zo'n knip in, wel zo hoog mogelijk. Omdat daar die huid zo aan vast zit. Dan ga ik eens kijken of ik daar nu onder kan komen. Dus dan ga ik die huid weer optillen. En dat voorzichtig naar het midden toe los prepareren. Ik wil even mijn zeefplaat opzoeken. Ja. In het midden vinden we een vijfhoekig plat zakje. Dat is het bovenste gedeelte van de maag. Dat kan ik een beetje optillen zo. En dat platte zakje heeft steeds op het hoekpuntje een verbindingskanaaltje naar de arm toe, een verbindingskanaaltje naar de twee middendarmklieren in zo'n arm. Bovenop dat platte zakje van de maag bevindt zich hier een bruin gekleurd orgaantje. Dat is het blindedarmtje. De einddarm, die dus loopt van de maag naar de anus,
is zo klein dat hij niet te zien is. Als ik nu dat verbindingskanaal doorknip, kunnen we de middendarmklieren verwijderen. En dan houden we over in de arm twee geslachtsklieren. Dit is er één. En daar zit de tweede. Je kunt niet zien of het een mannetje of een vrouwtje is. De zeesterren zijn wel van gescheiden geslacht. Ik haal hier zo'n geslachtsklier weg. En dat zit dan vast aan dat tussenschot hier, via welke de geslachtsklier een opening naar buiten heeft. En op die manier worden de geslachtsproducten geloosd in het water. In het midden zien we het onderste deel van de maag, een wijde geplooide zak. Iedere keer ook zo'n plooi naar een arm toe. En die maag, die wordt bij het eten, zeg maar, van de zeester, als die bijvoorbeeld een mossel eet, naar buiten toe omgestulpt om die weke mossel heen. Want aan de onderkant zit dan de mond en daardoorheen wordt die maag omgestulpt. Nu zit die maag netjes binnenin. We vinden wel aan die maag twee spiertjes. Die spiertjes zitten vast aan dat kalkskelet hier midden in die arm. Als ik die maagspiertjes loshaal, dan kan ik die maag optillen. En dan zie je daar onderin dit hele korte stukje wat dan slokdarm genoemd wordt. En daar knip je hem door. Als alle organen uit de zeester verwijderd zijn, kun je het watervatstelsel bestuderen. Dat begint bij de zeefplaat. Vanaf de zeefplaat loopt een stevig kanaal met een bochtje naar binnen toe. Dat is deze. Dat heet steenkanaal. En dat steenkanaal mondt uit in een ringkanaal. En dat ringkanaal geeft steeds in iedere arm een zijkanaal af. En dat heet dan straalkanaal. Dat straalkanaal geeft dan iedere keer hele fijne vertakkentjes af naar links en rechts. De voetblaasjes die je hier zo aan weerszijde van dat mediane skeletgedeelte ziet naar boven steken. De voetblaasjes staan weer in verbinding met de voetjes. En de voetjes, hebben we aan het begin gezien, bevinden zich aan de onderkant van de zeester, in de armgroeven. Dat watervatstelsel is dus gevuld met zeewater. De zeefplaat vormt de in- en uitlaat. Als de voetblaasjes zich samentrekken, wordt er water vanuit dat blaasje in het voetje gepompt. En zo verlengt dat voetje zich en kan dat voetje zich ergens aan vastgrijpen. En die voetjes doen dat weer in grote hordes tegelijk. Aan de binnenkant van de mondring, de ring met die stevige skeletplaten, vind je ook van die kleine bolletjes, 9 in totaal, dat zijn de lichaampjes van Tiedemann. We kijken nu weer tegen de onderkant van de zeester aan, waar die voetjes in de groeven zich bevinden. En die samenwerking van al die voetjes wordt geregeld door het zenuwstelsel. We vinden dan in het midden van die arm de armzenuwstreng. En dat ligt hier zo in de diepte in de middenlijn. Om dat zichtbaar te maken, kun je dus het beste die voetjes wegplukken uit die arm.